yeah, 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 yeah. Brassy girls everywhere. Yo guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Stino en vandaag spelen wij een potje Kill Confirmed op de map Combine. Met de enige echte VNP, met Fastmax en Quick Draw. Wij gaan vandaag weer proberen een Kill Confirmed potje te spelen met Double XP Weekend. En ik moet je zeggen jongens, jullie kennen het alvast wel. Call of Duty is niet te spelen met Double XP. Dat is één ding wat zeker is, of tenminste het is nog wel te spelen. Maar het is niet op te nemen. Het is ongelooflijk. Dus ja, we gaan het vandaag weer gewoon proberen. We zien het allemaal wel. Dus als jullie het leuk vinden, laat het even een blauw duimpje achter. Ik kon helemaal niet meer rennen, ik kon helemaal niet meer sliden, ik kon niks meer. Laat eens even vooral het blauw duimpje achter. En dan gaan wij proberen vandaag weer te winnen en hard te gaan. Oh my god, ik had 3 kills en ik kon gewoon doorgaan. Maar dat maakt niet uit, Dan gaan we gewoon lekker winnen. Ik hoop dat ik chille teammates heb. Wauw, die VNP ging de hele tijd de andere kant op in één keer. Kleren zeg. Lag niet aan de enemy. Die VNP ging opeens de andere kant op. Hij is, tenminste, hij was gebufft. En nu hebben ze er weer wat aan veranderd. En hebben ze weer al dat gezeik eraan gedaan. Dus ik ben benieuwd een eerste keertje gewoon die wapens met rust laten. En gewoon ons laten spelen. Ik snap het niet. Ik had hem eerder dood. Zo wel. Wanneer ze gewoon een keer die wapens een keer met rust laten, zeg maar. Zo van, hey, zo is het goed. Klaar, over, uit. Laat gewoon lekker zoals die wapens zijn. Dan kunnen wij genieten van de wapens. Zoals bijvoorbeeld de VNP in het begin. Oké, ik zeg het eerlijk. VNP in het begin was sterk. Was heel sterk. Ik heb ook alleen maar met de VNP gespeeld hoor. In het begin van Call of Duty Black Ops 3. Toen hebben ze die genurfd. Ja, uit mijn hoofd. Die hebben ze toen genurfd. En toen was hij echt scheid. Hij was niet mee te spelen. De recoil op de VNP was ongelooflijk maar waar. En ja, dat zeg ik. Hij was gewoon niet meer te bespelen. Toen kwam de Cuda, die was weer heel erg sterk. En die hebben ze ook weer een klein beetje, maar echt een klein beetje gebufft. Of een beetje genurfd bedoel ik. En toen was hij ook weer scheid om mee te spelen. En weet ik voor wat allemaal. En op een gegeven moment weet je gewoon niet meer welk wapen je wilt gebruiken. Dus ja, maar dat maakt niet uit. Fuck is shit. Ga het gewoon proberen, weet toch. Je weet zelf. VNP is in principe wel relaxed, hoor. Daar niet van. Maar ik vind het gewoon jammer dat ze die wapens gewoon niet laten zoals ze zijn. Ik bedoel, laat het gewoon een sterke wapen zijn. Kijk gewoon wie het beter is met het wapen. Ik bedoel, laat ze lekker spelen. Je weet toch? Boom. Oh, toen... Oh, ik weet nog in het begin van Call of Duty Black Ops 3, jongen. Dan kon je gewoon zo zwaar crossen met de VNP, hè. Holy shit. Ik heb er expres geen stok op gedaan, want heel veel mensen zetten er ook stok op. Mijn hoofd daar altijd mee, jongen. Mijn hoofd altijd met mensen die stok op een VNP of gewoon sowieso een SMG zetten. Ik vind dat zo belachelijk. Ik vind het echt belachelijk. Het is overpowered volgens mij als de pest. Maar ik vind het echt belachelijk als je dat gaat doen, man. Oh, ik wist even niet meer waar de enemies waren. Je ziet nog wel dat ik echt die recoil control nog moet hebben. Want anders gaat het gewoon niet. Volgens mij heb ik er geen... What? Nee, maar dat... Wauw. Oké. Okay. Volgens mij moet ik er echt een keertje grip op gaan zetten. Ik weet niet eens wat ik erop heb. Fastmac en Quick Draw. Dat zei ik net in het begin. Ik moet echt een andere controle hebben, man. Mijn Poké wil niet meer normaal rennen. Tenminste, hij reageert te langzaam. Als jullie me hebben... Ja, okay, jullie zijn geen pro-players, want jullie kijken niet eens op de UFC of iemand achter je staat. G, motherfucking G. Ik ga even wachten. Oké, lekker. Goed zo. Nee! Die vlammen kilden ze net niet eer. Het is net niet snel genoeg. Ik wou even niet aan mijn woorden. We gaan wel lekker, though. Ik ben echt iemand die echt niet kan afwachten op zijn kills. Ah, Jesus Christ. Er komen er meteen 3 man op me af, jongen. Meteen 3 man. Kom maar. Wat? 2 kogels met een gorg? Are you fucking... Mensen hebben zoveel geluk soms, jongen. Het is echt ongelooflijk. Bokken. Achter je. Oh, dankjewel, teammate. Toppetje. Let's go. Zie je dat zo chill in die kinetic armor? Dan heb je gewoon bijna zekerheid dat je iemand gaat killen. Want je gaat amper dood. Ja, behalve als mensen weer lucky headshots gaan krijgen.
Oh, hij kwam via de andere kant. Waar waren mijn teammates, jongen? Ik ging even lekker, joh. Holy crap. Dat was wel even lekker. Kutkamer, hè. Staat bekend om. Kom maar in zo'n leuke map, jongen, ook. Maar als mijn teammate zo scheef is dat hij hem niet eens pakt. Kom, man. Dan is er echt serieus wat mis. Ga alsjeblieft dan iets anders spelen dan Call of Duty. Even serieus. Hij stond letterlijk voor hem, hè. Schiet de teammate, kom op. Pak ze. Pak de Doctex. Kom. Zo! Yo, even. Ik heb echt niks aan mijn teammates, ouwe. Ik heb echt niks aan ze. Tenminste, ik heb niks aan ze. Ik heb amper wat aan ze. De Doctex pakken. Niks van niks, skill confirmed. Ga weg. Zo, hoe de fuck wist je dat? Hoe de hel wist je dat? Volgens mij heeft hij iets van Six Sense aanstaan. Echt niet dat je je eigen spawn daarop gaat checken, hoor. Zo, hé. Hey. Het lijkt echt alsof ze meerdere spelers hebben, jongen. Nou, nu begrijp ik dat je me gaat zien. Oh, ja, hij zit met zijn Gorgon te campen. Rot op, jongen. Lul. Pak hem. Ik heb hem al. Ik heb hem al. Maak je niet druk. Oh mijn god. Soms, hè. Ja, ze hebben UAV. Oh, hij is dood. Chill. Ik wil filmpjes ontpakken. Die. Come on. Kinetic armor drained. Gaan bokken. Doei. Pak jullie even die dogtekken op, jongens. Misschien kan ik nog een heter halen voor jullie. Yo, are you kidding me? Jezus, en dit bedoel ik dus met dat ik alleen maar pech heb, jongen. Stom, ongelooflijk. Dat ik zoveel moeite moet doen voor een hater. Ah, ga weg, man. Meteen herladen. Fastmax down, jongen, Fastmax down. Zo chill hierop, hè. Dat gaat gewoon zo snel. Bokken. Hoe dan? Teammate. Je kunt deze man toch wel hebben? Oh, hij is al dood volgens mij. Weet niet zeker. Ik count ze even. Ik ben even aan het concentreren, man. Voor het laatste gedeelte van het potje natuurlijk. Ja, ik ga alles pre-firen nu, hoor. Je weet maar nooit. Zo. Kijk, en dat was toen in het begin van Call of Duty. Was dat dan echt overpowered, hè? Dan kon je gewoon zwaar crossen. Dat is niet normaal. Vesper was ook wel chill. Was chill, niet chill. Oké, okay, we hebben gewonnen, jongens. 42, 21, 36 confirms. Ik weet niet. Ik ben gewoon de dikke objective man ben ik gewoon. Die nog kills kan maken ook. Ik vond het in principe wel een lekker potje. Ik heb wel lekker gespeeld in principe. Ah! Potverdomme, ik ben al de hele dag bezig. Maar jongens, mocht dit leuk hebben, vond ik een blauw duimpje achter. Weet je nu mijn kanaal? Check dit mijn kanaal voor meer van deze video's. En abonneer natuurlijk op mijn kanaal. Dan zie ik je weer bij een volgende video. En hopelijk weer bij een nieuwe kill confirmed video achtig iets. Later, jongens.